Oké. Okay. Oh, dit is wel een hele leuke nieuwe route. Leuk, hè? Oh, wauw. Dit is een nieuw uitzicht. Over de brug. Ja. En de brug staat open. Ja, wat wil je nog meer? Ja, dan gaan we bootjes kijken. Waar zitten, we nu? We zitten vlakbij Eiburg. Oh, kijk, daar zouden we normaal zitten. Ja. Ja. Dus we zijn vanuit Noord, we zijn door de tunnel gegaan. Dan komen we in Noord. En is, ik weet nooit of dit nou de Schellingwoude brug is of de volgende de Schellingwoude brug is. Dat weet ik nooit. Is het heet in elk geval buiten Ei waar we nu overheen dreigen te rijden. Maar we moeten eerst even wachten op een... Daar heb je Durgen. Op een zeilbootjes. Ik was laatst voor het eerst met mijn vrouw en kind recreatief wezen fietsen. Oh jongens. Dat had ik nog nooit gedaan. Oeh, klinkt pijnlijk. En... Oh, dit gaat echt nog een tijdje duren ook. Ja. Oh, tof. Ja, maar Durgendam is heel erg leuk. Het is heel mooi. Gezellig. Zeker als er meerdere mensen zijn. Het was druk. Ik was naar Holy Sloot gefietst. Oh ja. Ja. Een soort van middeleeuws. Heet dat nou ook Holy Sloot? Is het niet Holy Sloot of iets dergelijks? Nee, het is Holy Sloot. Nice. Misschien dat het vroeger ooit in de middeleeuwen Holy Sloot heette. Het is met een Y. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, ik zag trouwens, voor mijn werk moet ik af en toe websites kijken, best practices zoeken en dat soort leuke oefeningen. Ja. En toen was ik aan het kijken naar corporate websites. Ja. Weet je enthousiast toen, van? Nou, eigenlijk niet. Ik zou je vertellen waarom. Nou. Dat zijn dus websites, moet je indenken. Dus dan ben je een heel groot bedrijf. En heb je hele leuke initiatieven. Denk aan allerlei dienstverlenende websites. En gewoon allemaal kleine producten voor wat dan ook. Ja. En, maar je hebt ook nog je hoofdmerk. Denk aan een Procter & Gamble. Of denk aan een Fortis Bank. Of weet ik veel wat. Ja. En dat is je hoofdmerk. En daaronder zitten al die kleine submerkjes. Ja. En die initiatieven. Maar wat ga je dan op die hoofdwebsite zetten? Op welke manier ga je dan... mensen informeren dat ze of bij de verkeerde toko zijn. Hè? Zo, nou, hier kan je niet je dienstverlening van de hagelslag halen. Maar dat moet je bij fans doen, bijvoorbeeld. Ja. Of ga je daar... Wat dus de meeste merken doen is... Hallo, wij zijn dit merk. Wij hebben al deze kleine merkjes onder ons. En dit is onze visie over voedsel, wasmiddelen, bankieren, sparen of wat ook. Ja. En that's it. En dan denk je van, nou, dat is toch zonde van de web, zonde van het web om zoiets neer te zetten. Ja, het is vooral heel erg saai. En het lijkt ook een soort van doelgroeploos te zijn. Ja, ja. Ik vraag me dan echt af van, ja, wie komt nou op die website? Ja, ik denk, vraag me altijd sowieso af, wie komt er op zo'n webpagina? Maar dat soort pagina's zouden misschien gewoon helemaal niet moeten bestaan. Want er staat eigenlijk helemaal geen informatie op. Nee, ja, sommige zijn portals om te vertellen over al die kleine submerkjes. Kijk, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Ik denk ook dat mensen met iets meer verstand van het web toffere dingen daarvoor zouden kunnen verzinnen. Ja. Veel toffer dan een portal, maar... Ja, portal is... Over portals heb ik echt meningen. Nee, dat is serieus, kom op. Dit is een portal, dat is... Alles is belangrijk. En ik weet niet of jullie de Incredibles hebben gezien... Maar dus, daar klaagt het kleine kereltje van Mr. Incredible, hè, die ook superkrachten heeft. Ja. Die klaagt tegen zijn moeder van... Maar ik wil... die kon heel snel rennen, maar ik wil meedoen aan wedstrijden en zo. Hè, zodat mensen kunnen zien dat ik heel erg goed kan rennen. Ja. En zegt zijn moeder... Zegt van, nee, gewoon iedereen is speciaal. En toen klaagt het jongetje en die zegt van... Dus dat betekent eigenlijk dat niemand speciaal is. Ja. Weet je wel? En dat is dus ook met portals. Als je dus... alles dezelfde prioriteit geeft, wat je met een portal doet, dan gaat er niemand op vooruit. Alles is het allerbelangrijkste. Precies. Dus niks is belangrijk. Ja. En jongens, dat is wel een heel lange boog naar dat punt, sorry. Maar ja, hoe zou jij zoiets dan, wat zou jij daarvoor in de plaats zetten dan? Nou, dat is dus dat is een hele goede vraag. Ja. En ook heel erg moeilijk te beantwoorden. Kijk, hier aan een aantal kanten op. Het belangrijkste lijkt mij eigenlijk wat jij ook aangeeft. Van, nou, misschien moeten mensen daar nooit terechtkomen. Ja. In elk geval niet als zij zoeken naar bijvoorbeeld... Hè, als je naar fans zoekt, dat je dan niet bij
Procter & Gamble terechtkomt. Of wat voor merk maar dat goed, dan maar wat, waarom kom je op Procter & Gamble terecht? Nou, misschien omdat het enorm SEO't. Dat er allerlei nieuws en berichtjes en wat dan ook staat over... over die merken, hè? Dat er een nieuw soort vlok is geïntroduceerd of wat ook. En dus dat daar een nieuwsberichtje op staat op de corporate website. En dus kom je daar als eerste. Omdat hij heel goed SEO't. Ik bedoel meer over waarom zouden mensen naar de Procter & Gamble site gaan. Dus ja, wat voor mensen zouden dat doen? Ik zou het niet weten. Ja, mensen die daar willen werken. Mensen die daar op ongeluk komen. Of mensen die daar willen werken. Dat zijn toch ook... Er zijn toch mensen op zoek naar Procter & Gamble? Ja, dan zoeken ze naar werken, spatie, Procter & Gamble. Als je aan het googlen bent bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, ik zou bijna zeggen, zorg ervoor dat hij niet te vinden is op Google. Behalve dan misschien inderdaad voor werken. En dat soort zaken. Maar of maak er iets heel erg leuks van. Dat vind ik ook altijd wel goed. Zorg ervoor dat hij niet te vinden is. Dat zou je nooit iemand horen zeggen. Nee. Terwijl dat soms best een goed advies is. Van zorg ervoor dat dit... Ja, maak er een flashsite van. Ja, zorg ervoor dat dit niet te vinden is op je website. Of op je zoekmachines. Ja. Ja. Dat is toch een prima idee. Maak soms hem onzichtbaar. Ja. En dan inderdaad echt, maar wel, of maak hem vindbaar voor hele specifieke dingen. Hè. Probeer een soort van focus daarvoor te veroorzaken met je SEO-waarden. Ja, met je SEO. Ja, precies. Ja. Met je specialist. Oh. Maar of maak er gewoon een hele spectaculaire en flitsende website van. Hoer dat hele merk totaal uit en zet er gave over de top video's neer of zo. Ja. Lijkt me ook goed. Nou, kan ook. Ja, dat is sowieso al beter. Dat als je dan per ongeluk op zo'n site komt, dat het in ieder geval tof is. Ja, precies. Ja. Ja. Gewoon totaal in de... Als je er toch al niks hebt te zoeken, dan kan je er beter iets leuks doen. Ja. Zet er een spel neer of zo. Ja. Vind het merk. Ja. Vertel ons waarom we er zijn. Ja. Ja, precies. Ja. Waar komt u voor? Ja.